Ja, we zijn live op Oulton Park. 75 minuten racen straks. Free practice net klaar. Of bijna klaar. We hebben straks een kwartiertje kwalificeren en dan een race van 75 minuten. En dat is een ongewone tijd voor mij. Wat meestal. Of 2 uur. Dus dit wordt lachen. Oulton Park. Typisch oud-Brits circuit, waar eigenlijk deze hoge snelheidsraces gewoon niet goed passen. De pitstraat is doorgaans ook gewoon te klein. Het echte Britse Touring of GT3 kampioenschap of GT kampioenschap eigenlijk, moeten de GT3's en GT4's ook afwisselen en dan moeten ze ook insteken. Omdat anders gewoon niet iedereen in de pits past. Drinken. Dit wordt grappig. De kwalificatie begon net in het donker om 5 uur 's morgens. Dus het is licht geworden tijdens de vrije training. Dus het begon net donker. En de afgelopen dagen ook veel getraind. Het was wel droog en nat en droog en nat. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat ze vandaag iets gaan doen met regen. Op de server. Dus we gaan eens zien hoe het loopt. Even mijn stuur goed doen, want die zit niet zoals ik wil. Zo. Ja, wat valt hiervan te zeggen? Oulton Park, een mini Nürburgring wordt het wel genoemd. Heel veel bochtigheid, heel veel hobbeligheid, smal, weinig uitloop. Echt wel een link circuit in die zin. En omdat het ook smal is, ook meteen is heel erg... Hoe zou ik het zeggen? Het voelt verschrikkelijk snel aan. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat dit een race wordt met best wel wat incidenten, wat gedoe. En ik hoop maar dat ik daar dan geen deel van ben. Maar wel van kan profiteren. Dat alweer wel. Dus het wachten is tot de kwalificatie begint. En dat we hopen dat het droog blijft. Voor de race 75 minuten. Ik ga proberen met een volle tank te starten. En de banden enigszins te sparen. 23. Want ik zei met 1 set banden de hele race te rijden. Mogelijk brandstof te hoeven tanken. Om zo snel mogelijk pitstof te volbrengen. Ik weet niet of dat lukt. Als ik mijn banden verklooi, dan kan ik toch altijd nog wisselen. Dus ik wil er ook wat langer doorrijden. Niet zo snel mogelijk pitten. Ja, je ziet het al, dit circuit. Alles rommelt. Het is glooiend. Bochtig, smal. Het is echt een. Ik vind het een beetje een toerwagencircuit. GT4 is die verschrikkelijk leuk wezen. Omdat je dan die curbs heel lekker kan pakken. GT3 staat er wat minder bestand tegen. Al kan de Aston het wel aardig aan. Gaat het zien. Ik verwacht ergens in het middenveld te zitten. Normaal kan ik hier een 1.37 nog wat rijden. Niet dit soort fijn uithaal. Dus zodra je weer in het gras komt, je gaat eigenlijk je grip weg en je rijdt er aan de zijkant gewoon uit. Dus er is echt heel weinig marge voor fouten. Here we go. Eerste snelle ronde. Thank you.
door al het gehobbel. Heeft de auto ook best wel moeite om tractie te houden. Dus heel veel die tractiecontrole lichtjes aanschieten. Boven van het stuur naar het dashboard. Yellow flag in sector. Van zaak om rustig te blijven. Ik denk dat er weinig andere tracks zijn die waar zoveel het adagium geldt dat slow is smooth, smooth en smooth is fast. Van mijn voorganger wat minder te zien. Wel alleen, was wel best te staan. 1.38. 0. Moet ik sneller kunnen? Moet sneller kunnen. Fractie sneller nu. Sneller nu. Ja, ook niet. 12 volts. 11 volts. Maar dan nee, de klas is hem zo. Buiten, nee, dan zijn we denk ik kwijt. Die hier weg, maar dat maken we niet snel meer goed. Maakt er ook meteen een vermoeiende race, want dit is het circuit, dit is niet zoals het gladde laken van Barcelona. Dus opperste concentratie. Langzame bocht heeft de Aston het wel vrij zwaar met zo'n turbogat dat erin zit. Dan rijdt hij nog net even wat lekker wat minder accelereert zijn de langzame bochten.
the track. Dat is jammer. Nu doen 17 rijders die in de kwalificatie zitten. Dit is split 7. Er zijn 7 races vanavond. Wederom in het kampioenschap. Waarin de rijders zijn ingedeeld op basis van pre-kwalificatie. Zeven kan je zien als de amateursclub. Al zit hier best wel rijders bij waarvan ik me afvraag wat ze in deze split doen. Eerlijk is eerlijk. Doorheen willen. Maar een fractie snel doorheen is wel heel snel dat je er dan uitstuit. Het is nu bepaald een glad bochtje. We hobbelt er doorheen, zal ik maar zeggen. Leuke watch als je op YouTube is naar het British Touring GT3 kampioenschap kijkt, het British GT kampioenschap. Met de races hier, dat is natuurlijk een gedeeld kampioenschap met GT3 en GT4 auto's. Nou, die GT4's worden eigenlijk elke 20 minuten ingehaald. Niet te doen. Het is zo smal hier. Dat maakt het een hele moeilijke race. Niet echt in de buurt bij die lage 1,37. Ik weet die ik hier kan rijden. Dat helpt natuurlijk ook niet. Dan hier door het gras, dat treft alleen maar af. Beter, hè?
leuk is dat ik de nummer 3 dus redelijk bij hou. Zestiende eraf. Dat is mooi. Yellow flag accepted. Well done, the fastest step so far. Maakt alleen voor de plaats op de grip niet zo heel veel uit eigenlijk. Laatste rondje. Car on the right. Clear on the right. Nou, zo zijn we heel eens een rondje. Dus ik met een inhaalactie tijd kan winnen. Kwalificatie ten eind. Dat was nog de 12e van de 7. Iets minder dan ik had gehoopt. Maar ook niet echt een probleem. Een race voor de mol. Drama. Zo. 2,6 achter de snelste. Dat is ook niet per se heel erg langzaam. Oké. Okay. Interessant. Het veld ligt redelijk dicht bij elkaar. Goed, daar gaan we. Het is. Track is fast. Weersverwachting blijft gelijk. 23 graden om 23 graden. Dan neem ik een setup voor 22. Volle tank. En bij pitstop. Uit van deze, waarbij ik geen banden wissel, tenzij ik anders aangeef. Kijken of ik 120 liter ook de race haal, zo niet, dan kan ik een klein beetje fuel bij doen. Als ik de banden niet haal, kan ik alsnog mijn banden bij doen. Helemaal goed. En als het weer verandert. Oké. Okay. Even mental, zo terug.
Dat is altijd een soort van spannendst voor een race. We zien bovenin de gegevens. De race van 1:15. Er is één pitwindow en daar is alleen refueling in verplicht. En dat mag dus 1 liter zijn. Niet minder. Banden hoeft dus niet, driverswap hoeft dus niet. Niet dat dit in een endurance race is waarin je meerdere mensen race, maar toch, het staat er maar. Proietto staat eerste in de Ferrari. Jukneevies, moeilijke naam. McLaren, Roberts 3, Mazak 4 met een Honda, wat ik nog steeds heel bijzonder vind. Met een Honda krijg ik ver geen mogelijkheid aan de gang. Low in de Mercedes op 5, Swain in de McLaren op 6, Webb, Patrick Webb in een Aston Martin op 7, Lon nummer 8 ook van de McLaren, Aston Martin, Jacob, Ferrari op 9, Campos met een Aston op 10, Gooch met een Ferrari op 11, ikzelf met een Aston op 12, Humphries met een Mercedes op 13, Bushkin met een 14 met Porsche, Slatnik, Ferrari 15, Morrison McLaren 16 en Chapman sluit af met een Audi. Start your engines. Daar gaan we. Oulton Park, 75 minuten. Heel moeilijk circuit. Misschien wel het moeilijkste wat er is. Niet zozeer een technisch circuit. Maar wel een circuit waar je heel makkelijk je auto kwijtraakt. Als je wat onbesuist je acties doet. We gaan een volle formatie rondrijden. Ik rem met name even een remmel op. Als de remmen een beetje warm worden. Ook wel een hulp van binnen. Er wordt allerlei gekkigheid dat mensen door elkaar heen kunnen rijden op de formatieronde. Dat ze beter door elkaar eraf kunnen kegelen. Deze hele nauwe hairpin. Beetje een kom, zit een beetje een kamper in die bocht. Dus je kan hier eigenlijk veel sneller binnenkomen dan de meeste mensen doen, inclusief ik. Uitaccelereren wordt het moeilijk omdat je een soort van heuvel overgaat. Dan hier bij het paaltje remmen. We hebben hier een moeilijke chicane en dan meteen naar boven. Dan kan je gelukkig wel redelijk over de hobbel heen. Met Esther in ieder geval. Ik zou dat met een mid-engine als een Ferrari niet zo snel doen. Dus daar kan ik elke ronde wel iets van tijd winnen als ik het goed pak. Maar je komt daar snel aan, dus hoe je dat elke ronde maar goed af kan meten. Goed in kan zetten, dat moet je natuurlijk maar zien. Dit is een linker, als je hier naast de curb komt, er zit een soort geul. Als je daar met je wielen kom je er ook niet meer uit. Dan zit je een soort van vast. Dus het kost je ineens heel veel tijd. Go in double file. Nou, ik ga toch even een plekje zoeken. Onrealistisch, dat is natuurlijk wel mensen heen eraf. Ah, daar zijn we al. Aston Martin is zoals altijd niet de beste starter. Dat turbogat wat de auto heeft op het begin is gewoon groot. Acceleratie, lage snelheid is slecht. Misschien wel de slechtste van alle auto's in het veld. De Druids, laatste bocht.
Green light, green light. Here we go. Go, go, go. Go, go, go. Car on the right. Voorzichtig, voorzichtig. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Geen tap te krijgen. Begin van de race. Rustig aan. Geen gedoe in de eerste bocht, dat is fijn. Dit is wel een leuk circuit, dat echt een gevoel geeft van de snelheid. Van al die moeilijke twisty bochtjes en al die hoogteverschilletjes. Hele snelle baan. Een gaatje. Elk foutje kan natuurlijk meteen bestraft worden. Nou, het is niet zo'n hele korte race ook. Het is een beetje een lange race, 75 minuten. Dus er kan nog een boel gebeuren. Slow car ahead. Beetje flitsen, beetje druk erop zetten. Goed. Zelf ook een beetje rustig aanhouden op deze banden, als ik een strategie wil volgen, gewoon heel houden. Foutje van mijn voorman, dankjewel. En zo zie je hoe snel het kan gaan. Bumps hier zijn verraderlijk. Zelf kan pacen om niet een rode waas te krijgen bij elke inhoudsmogelijkheid. De banden gaan rustig oprijden. Dan zou ik het er één set moeten kunnen halen in een uur en een kwartier. Dat betekent een hele korte pitstop om benodigde brandstof in te halen. Dat betekent dat ik zo laat mogelijk ga pitten. Om dat een beetje goed in te kunnen schatten. Ik weet niet precies of het alles goed uitkomt. Thank you.
Flitsen, altijd leuk. Lichte flitsen, een beetje druk erop zetten. Ja, dit is lachen. Yellow flag, goed zo. Even kijken. Het ging er even goed. Heel veilig terug op de baan. De knifjes, dit was, ik vermoed ik een naam, dit was tweede gekwalificeerd. Sneller zijn dan ik. Zeker als ik een fout maak, dan niet. Car on the left. Clear on the left. Lichte schade. Pas bij dit stop. Als die schade doet mij voorop nog niks. Blikschade. Buitenkant in kunnen is natuurlijk een no-no. Deze bocht moet je echt vertrouwen hebben in je auto dat je volgens was door de tweede bocht van de hand. Dat je net even een honden pakt en er overheen stuitert, is nogal groot. Het is al wel de tijden die ja, acceptabel zijn. Zeker bij de hele tank. Nader ook weer een Jacob, Jacob, thuisplekt. De nummer 2, Ferrari. Gaatje heeft, komt hij er langs hoor. Ik hoop dat een rat duikt wat er niet is. Car on the right. UFO. Clear on the right.
Daar zijn we voor. Achter me of wel heel ver voor. Die een pitstop al gemaakt hebben. Zij bij keuze of zij bij reparatie. Te weinig, die kunnen hem in principe al uitrijden. Best wel een betekend beeld krijgen in de race dat mensen een pitstop al gemaakt hebben. Over de streep komen. Na 75 minuten. We hebben het eerste kwartier gereden. 1 minuut. Mooi, mooi, mooi. Ik heb nu al het gevoel dat ik heel erg moet gaan pushen. Dat is niet veel. Als je daarin komt, zit je een soort van vast. Mooie graphics toch wel. We zijn tijd op de kamer van de sector 2.
Dat pak je niet zo goed idee, want het is zo'n stuiterbal. Dat je zo op. Eruit. Wat moeten we nu met z'n allen? Maar we gaan lekker. We hebben een stabiel tempo. Yellow flag in sector 2. Zeker niet de snelste, maar ik ben wel consistent in de tijden. Als dat kan blijven. Dan hebben we een goede kans voor een mooie finish. Een mooie finish daar plaats. Uitvallers, nog steeds 70 man in de race. En de race 3, dit is de ronde af. Sector 3.
weer een gele vlag ergens. Dus je tot her en der mensen fouten maken en de baan afstuiteren. Houdt zich goed. De linker voorwand iets te laag op druk, maar het tempo op de aanhouden. Het wordt straks nog helemaal zon overgoten. De zon volgt er vooruit. Dat is wel een lastig dingetje. De vorm waar ligt eerst. Projeto, die ligt achter ons op de pitsen. Oké, dat was er nummer 1. Dus die maakt ook wel een goede pitstop. Ik weet gewoon niet wat ik binnen ga doen. De hele week dat het morgen uit de vrije training is. Daar zat gewoon slecht weer in. Stel dat er slecht weer komt. Ik kan een vaste pitstop naar wet tires. In plaats van dat je extra stop te maken. Is het een rol apart? Hier zijn de reclame worden eruit gereden. Breakmarkers zijn. Maakt het niet makkelijker. Kijk, dan krijgen we dit. Vanaf daar naar het zicht weg. Deze race op te plannen over de opkomende zon over de punt. Dank je. Het valt niet mee. Ik heb al heel veel lol in de Aston. Ik vind het een fijne auto om te rijden. Veel mensen saai. De bocht heel braaf is. Heel stabiel. Maar ik denk dat ik binnenkort een beetje geoefend op de bed. Gewoon een episch stoere auto met. Makkelijk de grootste in het veld. Hele grote wielbasis, heel lang. Dat is weer heel anders.
heel veel mensen al een pitstop gemaakt hebben. Dat verbaast me eigenlijk een beetje. Voorbereiden van achterlopers. Visie AMG, dus echt 15e. Porsche ligt 12. Porsche 12, ook de bus. Ze klinken op het vijfde. Mogelijk is. Alleen maar een beetje fuel en voor de rest geen banden. Car on the left. Be on the left. Zacht had ik net voor me. Ligt nu zo'n 24 seconden voor, dus die komt echt langs. Ja, zeg maar een anderhalve seconde sneller dan ik. Misschien wel twee. €75,78. Dus op 38 minuten te gaan, zitten we op de helft. Dus op 38 minuten te gaan, meer dan 60 minuten overweg, kan ik het in principe halen zonder vuur. Of stoppen met vuur. Maar 1 minuut te vuur. Het geeft wel een fijn gevoel dat ik het over 1 minuut ga halen. Bijna mag.
gewoon blind op de bocht af. Als ik in de lijst links kijk, wees dat gewoon een pitstop gemaakt. Langzamer op het beet. Oh, oh, oh. Dit helpt het niet. Dus het fout is. Laag is het 3 en ik wil toch snel uit kan accelereren. Dus ik droe het snel. De laatste bocht na probeer ik hem eigenlijk heel hoog in een lagere versnelling te pakken dan in de versnelling die ik zou willen. Om een beetje het acceleratieprobleem van de Aston te kunnen ondergraven. Zo is elke auto wel wat. De perfecte wagen is daar eigenlijk niet. Is het Ferrari of Audi, die zijn eigenlijk overal wel goed. Classic is alleen, is het duidelijk op wat met curbstones, want beide auto's kunnen daar iets op tegen. Ik probeer vanaf morgen ook weer wat car impressions te streamen. Alle front-engines heb ik meer of meer gereviewd. Dus ik heb nog mid-engines. Wat is verrekt. Als ik duim de car in front, dan zet ik het terug. Uitaxen in de heuvel op is zo lastig. Dat heeft dan nog tijd op. Ik heb een mantra aan het hoofd. Slow is smooth, en smooth is fast. Thank you.
Morrison niet nadig mee. Die neigt mee te gaan van Lappen. Dat mag hij van mij doen. Daar zit ik niet mee. Positie en ik ga uiteindelijk toch een pitstop maken die hij al gemaakt heeft. Dus het heeft officieel veel zin om daarvoor te strijden. Verremd. Ja, dat doet de zon niet echt, jongens. Het is gewoon rempunten door de felle zon op eruit. Ik kan me voorstellen dat de enige dat ik daar een van mij heeft af en toe. Dus ik heb nu achter 30 en ik zit 55 meter. Dus in principe moet ik het met een volle tank kunnen halen. 1 minuut van dicht tanken. Dat vind ik nog wel. Ik gebruik alleen nog steeds de weergoden. Halverwege de race. Ik vind het wel knap dat je zo snel is in een McLaren. Een McLaren moet je heel agressief rijden. En echt goede laptijden uit optrekken. Agressief rijden verder best wel veel concentratie. De routine eruit trekt. Lijkt het als de Audi, de Lando, de Ferrari. Het halverwege. We zouden net gekrast moeten hebben. Halen. De banden ook heel knauwen, zodat het voetbal gaat verwerken. Een hele korte pista. Nou, even vanuit gaan dat iedereen dat ook doet.
zou ik daar nog wel een plekje mee kunnen winnen. Meneer Lom achter mij, die mag ik niet houden. Ik moet sowieso lang met hem mee. Maar die heeft zich op dit Jacob erachter, daarop tegen. Ik heb wel vertrouwen dat ik het net wat sneller ben. Yellow flag is activated. Niet elke tot 10 ampering vind ik nog prima. Ik zie dat er nog 15 mensen op rijden, dus 2 man is eruit. Wat voor reden dan ook. Zoals neemt toch hard op de fiets. Stuur even in de lucht hangen. Namelijk dezelfde tijden. Klein beetje dichterbij. Yellow flag. Ja, ik zei, dit stop maken zo. Car on the right. Clear on the right. Dan is het nummer 12. Weer lijkt het goed te blijven. In principe kan ik gewoon veilig een pitstop pakken. Zonder vrees te hebben voor mijn weersomslag. Ik denk dat ik dat met 20 minuten te gaan pak. Nummer 7 moet zijn pitstop ook nog maken. Thank you.
bijna zelf ook op een rol gezet. Dat is een beetje wederom. Dat zijn geen amateursrijden. Als je een beetje als gelijkend bent, dan is mensen op een ronde zetten eigenlijk uit de boze. Tenzij die mensen die een pitstop pakken en jij nog niet. Oulton Park, Donington, Brands Hatch, Snetterton. Ja, lekker. Het zijn allemaal banen waar echt te vechten is. Hetzelfde karakter, kort uitlopen, meteen op het gras. Wat nou grindbakken, wat nou uitloopzones. Wat we de hele vandaag zien in de Formule 1. Maar het is heel uitzonderlijk moet zijn dat we een zware crash kan hebben. Naast het circuit zo goed. Beschermd zijn. Is dit gewoon even andere boek? Dit kan je omschrijven als Formule 1 in een dakje. De topsnelheid van de auto is dus, nou, 50, misschien 60 km langzamer. Het gewicht van de auto is drie keer zo hoog. Maar hier doen we niet moeilijk over hoor. Natuurlijk heeft ze ook een rollcage en allemaal beschermen. Maar er zit geen plaats allemaal mee. Het is allemaal Kevlar en koolstof, net als het verleden. Het allemaal licht zijn.
leuk vindt dat hij het veld kan overheersen. Dat is natuurlijk ook. Strijd in de races. Zelfs als het wiel te wiel is, voor mensen om je heen hebben zitten waarmee het spannend genoeg is. Als je constant uitzicht hebt op de ander. Last van wanden, dus je gaat het niet wisselen. Je hebt geen last van de lichte schade. Die repareren. Eén, misschien twee liter brandstof. Deze slow car. Morse een keer. Foutje gemaakt. Oh, dat geldt. Echt tot voor remmen. Tijd voor de pitstop. Car on the right. Clear on the right. Ja, even dus maar. Dat is jammer. Mandatory stop is not clear. Let's go, go, go. Nou, gelukkig ging het goed. Normaal verandert het naar mijn pitstopscherm. MFD, dat gebeurde er niet. Voor hetzelfde kan je wel een bandenwissel. Ja, dan, weer een zevende. Vlak achter de nummer 6. Nou ja, de schade is wel gerepareerd dan. Dus we krijgen een spannende finale. Een strijd voor 6, 7 en 8. En 9 ook. Jacob heeft ook gepitst. Maar hij ligt goed verder weg. Sneller dan ik.
risico proberen te nemen en natuurlijk weer bij hem te komen. Webcore kan blijven, dan ben ik heel blij met de zevende plek. Dat betekent gewoon weer dat ik bij de bovenste helft finish dit kampioenschap. Lijkt ook sneller, maar die is een ronde achterstand. Dus als die strijd wil leven, mag hij er lekker langs. Het ligt nu 13 seconden achter, dat was net 7, 6. Dus ik lijk in ieder geval structureel sneller dan Web. Jake heeft helemaal niet 32 achtergrond. Chapman lijkt weer een maatje te groot voor me. Oh. Wat een leuke race, man. Dit is zo'n intense baan. Het is zo leuk om snel te blijven rijden. Een half zon in en nog meer kwijt. Net even een stuurfoutje maakt. Kwartiertje te gaan. Ik heb er geen pijn van als je winnen had.
hij zich in positie aan. Interessant te zien die Ferrari, hoe die door de chicane heen ligt. Die ligt echt wel stabiel daarin. Op de hand of op de curbstone zijn. Ja, dat is een mid-engine auto. Die zijn gewoon even wat behendiger. Yellow flag in sector 3. Ik heb andere kwaliteiten in de rest. Gaat de pit in. Oh. Ho, 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 ho. Die zal schade gereden hebben. We hebben 12 minuten te gaan. Het rennen onmogelijk te maken om mij nog in te halen. Werp ligt 15 seconden achter. Dus die wil pakken. Moet je vanaf nu een seconde per ronde op me inlopen. Maar ik naar Chapman ook. Ik ben een beetje een computer. Ik zit het constant te berekenen wat nodig is en of het haalbaar is. Niks maakt de fout. Goeie vent. Ik ga er niet achter blijven hangen. Hij mag het straks een keer proberen. Hij is sneller dan mij, is prima. Afkloppen ook, maar wat kan goed. En deze race ook vrij foutloos gegaan. Eigenlijk een paar remfoutjes na. Geen gekke dingen. Durf nu de eerste bocht wel eens een 3 te houden. Vicius ligt in de pits. Of was in de pits. Nou, zeggen die is gewoon van een andere orde. Thank you.
Boeski weer voor, want die heb ik er net ook een rol van gezet. Maar ik heb de pistol gemaakt. Dan heb ik gewoon een ijsbuiken een keer voorbij gegaan. Nou, Porsche, zo moeilijk. Toen ik ACC begon te racen, ben ik Porsche gegaan. Ik heb een heel seizoen gereden ook. Met een lage AI. Ik vind de Porsche geweldig. Qua rembaarheid, qua geluid. Oh, foutje. Ik was er veel langzamer mee dan met de Aston. Uiteindelijk 3-4 seconden per ronde. Nou, dat ben ik nu al. Mijn races. De top. Weer mensen in dit. Als het weer is. Blijft geheel. Sector 2. Ja. Fijne remfoutjes, verremfoutjes maak ik wel. Zet je iets sneller in. Echt mooi hoor. Een mooie clean race. Weinig incidenten tussen mensen. Dus ik heb ze niet gezien. Een beetje verkoop heeft het moeilijk. Zij gaat ergens. Dan krijgt hij blauwe vlaggen. Laat hij het gas opzij. Ja, vechten zou ik gewoon echt in de weg zitten. Dat zit me ook niet. Jezus Christus, man. Och, och, och. Vol op je rem gaan staan op de rechte lijn. Ja, hier heb ik niet zoveel medeleden mee. Sorry hoor. Dat is me langs laten prima, maar dan moet je wel aan de kant gaan. Dan moet je niet meer op de crack op de rem gaan staan. Ik
minuten. Web, 9 seconden. Zesde plaats, jongens. Daar ben ik helemaal niet ontevreden mee. Oké, kwalificeer ik als 12e. Nou, ook niet lekker. Niks mis mee. In de gaten wie nou waar zit, maar ik dacht dat hij achter me zit. Ja, ik heb niet terwijl je naast de baan staat. Final lap. Laatste rol. Dat 14 seconden voor me. 10 seconden. Hij heeft ergens een foutje gemaakt. Niet dat ik het moet pakken natuurlijk. Maar... Er is een slow car ahead. Yellow flag in sector 2. Yellow flag ahead, watch out. Geen vlag voor me. Roberts, nummer 2. De leader is finished race. Blijf staan, heeft misschien wel zware schade. Niks voor mijn plek. Mooi, zesde plaats. Good job, Dave. You must bring it back to the pit. Wat een gave race. Echt, wat een leuke race. En een zesde plek van ook nog mensen. En dat is vanaf een 12e plek komen. Dat is helemaal niet verkeerd. Daar ben ik heel blij mee. Thank you.
Zo. Zesde. Right now, fuel. Oh, dat zou ook nog kunnen. Tom Roberts. Out of fuel. Maar ja, goed, er is in ieder geval nog gekwalificeerd als geclasseerd als 14e of 4e. Goed, dan wil hij voor 2e gaan. Heel gaaf. Echt heel erg gaaf. Prieto is uitgevallen en Swain zijn uitgevallen. Die lagen heel hoog, hè. Prieto was volgens mij eerste gekwalificeerd. Swain 8e. Heel mooi. Echt heel mooi. Hele gave race. Ik ga eruit. En we gaan eens even kijken naar de highlights. Altijd iets leuks. In de gallery. Automatically saved. Dit is de hele race. En dit is de highlights. Mijn eigen highlights. Even kijken, we hebben de start. Here we go. Beuk, geen amateuristisch gedoe. Dat vind ik toch wel heel fijn aan dit soort league races hoor, dat er een beetje bewaking op zit. Af en toe verleid ik mezelf nog verleiden om gewoon even public een race te doen, maar dat kan zo verkeerd uitpakken. En het lullig is dan, als je dan botsingen krijgt, dan gaat je eigen safety rating omlaag, dus kan je weer niet op andere service weer bijhaken. Ja, waar twee botsen hebben twee schuld, is de stelling. Campos inhalen, de nummer 40. Die is de nummer 40, is dat die? Robins Racing. Die gaat door de nummer 2. Boink. Oh, dat is eigenlijk hetzelfde. Oké, nou het zal. Ah ja, daar ben ik inderdaad een plekje kwijt geraakt. En daar ga ik meteen pitchen.
Even kijken of er een setting gewijzigd is die de pitwindow automatisch doet. En de race finish. Terug van de race winnaar, dus die is nog een stukje voor me. Daar staat Robbers langs de kant. Je zal toch zonder brons gekomen, jongens. Mensen die massaal zo weinig brandstof meenemen om zo snel mogelijk te zijn op gewicht. En ik heb zoiets van ja, het is al best. Dan moet die niet te veel nemen. Ja, mooie race. Superleuk. Superleuk. Dit was de race op Oulton Park. 75 minuten. Volgende week is er weer een en ik heb geen flauw idee op welk circuit. Dus dat gaan we merken. Bedankt voor het kijken. En tot ziens maar weer. Eens even kijken nog wel. Rating. Kijk, 1782. Lekker veilig. Helemaal goed. Dank voor het kijken. Tot ziens.